Dag Hans, laten we vandaag eens het vizier richten op de Verenigde Staten. Daar wordt onder Democraten en Republikeinen al een tijdje onderhandeld over het schuldenplafond. Laten we maar zeggen hoe hoog de Amerikaanse staatsschuld mag oplopen. Die debt ceiling ligt op $31.400 miljard en Joe Biden wil dat plafond naar omhoog. Hans Bevers, chief economist bij de Groof Peter Kam, dat hangt een beetje als een dreigende wolk boven de financiële markten. Hè. Waarover wordt er nu eigenlijk onderhandeld? Ja, nee, klopt. Hè. Het is zoals je zegt een zelf opgelegde limiet, een plafond, waaraan je maar geld kan lenen. En dus dat geld dat je dan leent, dat wordt gebruikt voor ja, allerhande uitgaven, overheidsuitgaven, dagdagelijkse werking, ambtenarenpensioenen, ambtenarenlonen, uitgaven voor sociale bescherming ook, militaire uitgaven, het terugbetalen van schulden die op eindvervaldag komen en renteverplichtingen op die schuld. En dus wat er nu op het spel staat, is ja, of dat nog zou kunnen gebeuren als effectief er op een gegeven moment geen geld meer in de beugel zou zitten. Ja, en dat leidt tot onzekerheid op de financiële markten. Waaraan merken we dat op dit moment? Het is zo dat het nog niet volledig is overgeslagen op de brede financiële markten. Hè. Dus je ziet nog geen echte impact op aandelenmarkten of obligatiemarkten, maar je ziet het al wel op het korte termijn schatkistpapier. Die rente is al op aan het lopen. En ook heel duidelijk zelfs de premie die er gevraagd wordt om zich in te dekken tegen een eventuele wanbetaling van Amerika, die is ook al fors opgelopen. Zelfs meer dan 2011 en 2013. Dus dat geeft toch aan dat de impliciete kans minstens toch vergroot is de laatste weken, maanden en er meer twijfel is of het überhaupt nog wel in orde komt. Ja, zo'n discussie is niet nieuw natuurlijk, maar de vorige keren werd het plafond gewoon verhoogd. Kan dat deze keer niet? Ja, dat is de enige correcte, juiste, logische oplossing in principe. Want uiteindelijk, het gaat niet over nieuwe wetgeving, het gaat niet over nieuwe uitgaving. Het gaat in principe over verplichtingen die je in het verleden bent aangegaan en die je eigenlijk gewoon moet honoreren. Zo simpel is het in feite en dat is de meest logische stap om dat schuldenplafond ook te verhogen. Nu, ja, zoals wel vaker de laatste tijd, niet alleen in Amerika natuurlijk, maar ook zeker in Amerika gezien de polarisering, ja, wordt het politieke spel gespeeld, hard gespeeld in dit geval door Republikeinen. En die zeggen, oké, wij kunnen een aantal zaken niet via het normale wetgevende proces realiseren. Dus we zullen nu het hard spelen. En dus wat vragen ze bijvoorbeeld? Minder belastingvoordelen op het vlak van energie, energietransitie. Vorig jaar goedgekeurd, het Inflation Reduction Plan van Biden. Ja, democraten zullen dat natuurlijk niet willen. Een annulering van de kwijtschelding van de studentenleningen. Ja, ook daar wordt over gebikkeld, maar democraten vinden dat nodig. En ja, ze willen ook minder sociale bescherming, de republikeinen dan, en ook meer of soepelere regelgeving met betrekking tot fossiele brandstoffen. Dat ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig voor Biden. En Biden en de democraten zeggen, wij laten ons niet chanteren. Ja, Hans, en als het dan niet tijdig tot een akkoord komt, wat gebeurt er dan? Gaan de overheidsdiensten sluiten, zoals we dat in het verleden al hebben gezien? Ja, dat zijn eigenlijk twee scenario's. Hè. Dus één scenario zou zijn dat de Amerikaanse overheid moet gaan kiezen. Wat gaan we hier doen? Hè? Want uiteindelijk we hebben we minder geld tot onze beschikking. Wat gaan we doen? Zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is kiezen tussen ofwel het honoreren van de overheidsschuld en de rentebetalingen daarop. Daar zullen ze voor kiezen, want anders komt het tot een echte default. Dat is wat je ten alle prijzen wil vermijden. Maar ja, dat betekent dat je ook wel moet inkorten op andere uitgaven. En dan kan het inderdaad zo zijn dat je overheidsdiensten moet sluiten of minder ambtenaren lonen kan betalen, etc. Dus ja, dat heeft dan wel economische, financiële repercussies ook. Hè. En een tweede mogelijkheid is dat dat Biden zegt, kijk, wij beroepen ons op de grondwet, het zogenaamde 14e amendement, dat eigenlijk zegt, the validity of US public debt shall not be questioned. Dus wij zullen ten allen tijde onze verplichtingen blijven honoreren, maar wat je dan zou kunnen krijgen, is dat het naar het Hoge Rechtshof wordt gebracht en dat er dus een legaal dispuut ontstaat. En daar zou ook onzekerheid, volatiliteit mee zich kunnen meebrengen. Dus er is eigenlijk maar één goede optie. Ja. Ja, een risico op meer volatiliteit hoor ik je zeggen. Wat betekent dat voor jullie beleggingsstrategie op dit moment? Ja, dat is een beetje oncomfortabel, hè? Want als het economische, financiële repercussies heeft, dan komt dat met meer volatiliteit, zenuwachtigheid en noem maar op. Maar voor alle duidelijkheid, wij gaan niet uit van een echte default van Amerika. Dus dat is al één, dus dat is het basisscenario.
Maar we blijven toch voorzichtig. Hè? Dus we hebben vandaag een voorzichtige weging wat betreft aandelen. Dat is niet door de debt ceiling, maar het komt ons nu vrij goed uit. En anderzijds hebben we een vrij grote positie nog altijd in het algemeen op obligaties. En als dan die economische impact er toch zou zijn, dan zou dat zich normaal moeten vertalen in minder agressieve centrale banken en ook lagere rentes omwille van de economische onzekerheid. En daar zouden ook obligaties van moeten profiteren. En voor de rest, zoals altijd, heel goed gediversifieerd zijn. En dat zijn we nog altijd. Ja. Hans Bevers, bedankt voor dit gesprek en tot een volgende keer. Dank u.